Welkom terug bij Project Cars. We gaan vandaag verder in mijn career mode. Dit is aflevering 7 volgens mij van mijn career mode dan. Want ik zal het even uitleggen. Dit is in totaal aflevering 8. Maar aflevering 7 van mijn career. Omdat de eerste aflevering van Project Cars was een soort van first look video. Waarin ik gewoon verschillende auto's testte op verschillende circuits. En daarom is dit in totaal aflevering 8. Dus, nou, dat gezegd hebbende, gaan we dus gewoon verder. En we gaan dit doen, de Escort Classic Trophy. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan direct naar qualifying. Ik ga voor random events, ga ik de difficulty terugzetten op 50. We hebben 3 races. Dus als dit nou heel erg meevalt of zo, dan kunnen we het altijd verhogen voor het volgende event of zo. Maar dit is denk ik heel wat anders dan een Formula Rookie of een Caterham. Dit is echt. Dit gaat wat langzamer, heb ik zo het idee. Maar we gaan kijken. Het is Catalonia. Volgens mij. Hetzelfde circuit als waar we in de Formula Rookie reden. Toen werden we 2 keer de eerste. Dus circuit dat me wel ligt. Laten we kijken. Het geluid even wat zachter voor mij zetten. Alright. Ja. Ford Escort. Let's see how we do. Dit is kwalificatie dus. We hebben 10 minuten zoals gewoonlijk. Alright. Heel veel onderstuur. Banden zijn nog koud. Oké. We hebben 3 van deze events achter elkaar. Dus dat houdt in dat er even een pauze is in het Formula Rookie seizoen. Na deze 3 events begint het World Championship. Oké, het gaat redelijk denk ik. Not that bad. Chicane gaat wel een hel worden. Ah, het valt allemaal wel mee. Oké. Laten we nu eens een tijd. Nu gaan we een tijd neerzetten. Alright. Ik denk dat de race weer uit 3 rondjes bestaat, net zoals bij dat andere event. De UK Track Day Trophy, of hoe die ook mag heten. Oeh, nieuw best sector one time, nice. Nou, heeft nog bijna niemand, denk ik, een rondje neergezet, dus. Alright. Ik vind dit best wel leuk, eigenlijk. Het is echt totaal anders. Wat afwisseling in je carrière. Alright. Ik denk dat dit geen slechte ronde was. Misschien ga ik er nog eentje aan vastplakken. Let's have a look.
1:35:0. Alright. Een tiende verloren in de eerste sector, dat is niet echt veel, zeker niet met deze auto's. En een tiende met een Formule 1 wagen is relatief veel meer dan met deze wagens. Dus, kijk, dit ging al sneller, denk ik. Ja, kijk, nu hebben we een halve seconde gewonnen, dan missen we deze bocht. Which is bad. Je verliest heel makkelijk tijd, maar dat betekent ook dat je makkelijker tijd wint. Deze bocht was beter. Ik dacht dat de chicane beter ging. Al met al toch wel een goed rondje. Laten we kijken waar we uitkomen. Volgens mijn delta zit ik een seconde. Ja, 1,2 seconden. Oké, dat was genoeg, denk ik. Ik heb geen idee waar ik ga eindigen, maar ik vind het goed. Eerste op 1,2 seconden. Oké. Yes. In dat geval gaan we de AI difficulty wat omhoog doen. Dat gaat wel erg makkelijk dan, hè? Kom op. Oké, wat hebben we hier? Fantastic job. Yes. Oké. Laten we het op 60 zetten misschien. Laten we het op 70 zetten. We gaan eens gek doen. Dit kan een beetje te moeilijk zijn, maar we'll see. We beginnen eerste dus op zich. Ja, yeah. Kijk, als we nou laatste begonnen, zou ik zoiets hebben van laten we het wat lager houden, zodat ik mensen kan inhalen. Maar nu is het gewoon basically verdedigen. Drie rondjes lang, denk ik. Is het drie rondjes? Oké. Okay. All right. Not that bad. Ja, dus dit ga ik eigenlijk steeds doen. Ik ga de AI difficulty aanpassen op basis van de kwalificatie. Maar ja, ik denk dat we zo wel een goede balans hebben. Kijk, natuurlijk wil ik de races winnen. Oh damn. Dat was unfortunate. Maar het gaat me er uiteindelijk gewoon om dat ik het kampioenschap win. Niet dat ik dat ook heel belangrijk vind, maar ik bedoel. Ik wil ook wel een beetje racen zoals nu, zeg maar. Je moet altijd een goede balans vinden en dat. Daarom is het ook zo jammer dat je niet op
65% of zo kan zetten. Wat op de PC wel gewoon kan, dus dat begrijp ik niet helemaal. Alright. Early break. Kom op. Hij rijdt toch wel aardig weg hoor. Tegelijkertijd is er ook wel een gaatje met degene achter me. Oh, onderstuur, onderstuur. Heel veel onderstuur. Deze bocht neem ik nu ietsjes beter. So that's fine. Oh, die niet. Kom op. Cover your inside line. Dit is een coole camera. We gaan gewoon zo verder racen. Dit is cool. Dat is best wel overzichtelijk. It's not that bad. Meow. Oh. This is not that bad. Waarom heb je een helm op in deze auto's? Oh, oh, oh. This is about to be bad. We got this. Kijk, eigenlijk wil ik nu voor de volgende race gewoon de AI difficulty op 65 zetten. Oh my god. Nee, nee, bad. En daar gaat de race. Ja, ik ga hem terugzetten op 60 en daar hou ik het bij, denk ik. Mop. Ik kan ook niet echt aanvallen met deze auto, dat is het probleem. Of toch wel? Oh, nee, nee. Oké. Hou die 10e positie vast. Misschien leeft er nog een puntje op. Oké, dat was een tumultueuze race. Wauw. Hebben we nog een puntje gekregen? We hebben in ieder geval een puntje voor de snelste kwalificatie, dus dat scheelt. We zijn 10e geworden. Misschien hebben we... Nee, we zullen niet de snelste raceronde hebben. We hebben nog één puntje, oké. Oh, maar was dat omdat we 10e zijn geworden of omdat we de snelste kwalificatieronde hadden? I don't know. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. En de volgende keer gaan we naar de Hockenheimring. Dus tot dan. Hopelijk blijf ik dan wel de hele race een beetje bij.